Dames en heren, welkom bij de Joker! Hey! Hoera! Het is een beetje ongemakkelijk. We doen een soort podcast vanavond. En mijn grote podcastvriend Xander Rijk is er niet bij. Die kon vandaag niet komen. Ga naar huis dan, hè? Ja. Ga lekker weg. We hebben drie zeer leuke mensen uitgenodigd om met mij vanavond met jullie wat te praten. En daar hebben jullie voor betaald. En dat gaan we gewoon doen. En ten eerste wil ik even mijn goede vriend en de andere baas van de Joker. Of nee, de man van de baas van de Joker uitnodigen hier. Dames en heren, geef een geweldig applaus. Fantastisch. Alex Agnew! Oh. Jij mag hier. Hier gewoon zitten. Alright. Hallo allemaal. Hey. Hey, niet Xander de Rijk, hè, maar toch. Hè. Nou ja, ook een leuke podcast heb jij toch? Ook leuk, hè? Ja, voilà, ça va. Redelijk, ook wel wat mensen luisteren. Lustert ook een paar mensen nog. Ja. Top. En die vorige podcast waar ik het gast had, omdat jullie niemand hadden. Ja. Dat was die keer. Dat klopt, ja. Dat je mij belde en zegt, kun je bij ons komen zitten? Ja, ik dacht voor die 300 keer dat jij dat bij mij gedaan had, dacht ik zal dat eens één keer terug voelt doen. Voelt heel onwennig als ik voor iemand anders een kar word gespannen. Ja, dat is zo. Hè. Ik vond dat ook tof om die zin te beginnen. Zo van, fucken, ik ga nu eens voor mijn kar spannen. En dat was echt zo. En dan kan ik geen nee zeggen. Nee, dat gaat niet. Ik heb het geprobeerd, maar dat ging niet. Nee. Maar wie had het dan afgebeld? Had er iemand afgebeld? Goh, hoe zat dat nou weer? Wacht, god. Wie vervang ik? Dat wil ik weten. Hoe onbeduidend iemand. Nou ja, dan bellen we fokken maar. Nee, dat was niet waar. Wij hadden er een opgenomen, zo was het. Dat was met Cindy Dandois en met Luc Wijns. Ah ja, die over zijn tv-programma Battle Cat, over MMA-vechtster Cindy Dandois. Ik weet niet of iemand dat al gezien heeft. Je moet dat proberen, dat is toch iets bijzonders. Maar die waren dus bij ons komen zitten. Die gingen normaal gezien de maandag onze uitzending zijn. Ja. Maar ineens zegt de Luc... Dat mag pas binnen 5 weken uitkomen. En we hadden zoiets, fuck, dan hebben wij niks voor maandag. Ja, dus ja. Dan moesten wij even beginnen zeggen, fuck, alles wat gaan we doen en zo. En ik had er net ene met de M3's gedaan over onze vakantie. Ja, dus ja, ik dacht, ja. Dan lijken we wel echt te lui als we echt niemand uitnodigen en dan weer met twee doen. En dan ineens zei ik ook, ja, wanneer gaat dat dan? We hadden ook bijna geen tijd. Dus ik zeg, ja, ik ga de zondag naar het W-festival in Oostende. Zo'n soort jaren 80, heel veel oude wevers in zo'n festival. En op dat moment zeiden Andries, ja, kom anders ervoor naar ons en vertel het over dat je daar naartoe gaat. En dan hebben we dat gedaan. Ja, en dan hebben we dat gedaan. En dit is nu even het vervolg eigenlijk. Nou ja, we zijn ook effectief naar het ding geweest. Ja. Wat vond je het leukste? Wat vond je leuk? Het leukste vond ik u door het zand zien lopen. Dat was hetgeen waar ik echt het hardste mee gelachen heb. Dat was echt vervelend! Op een bepaald moment als twee oude mannen zo aan het ploeteren waren door dat zand. En, want beach rock is niet meer besteed voor mensen met onze gewrichten. Maar was, nee joh, wat is dat toch? Dat is heel duidelijk. We hebben ook 3 keer op die avond zo die schoenen zo... Zo een halve zandbak eruit. Ja, ik had speciaal andere schoenen meegenomen. Ik wist, die moet ik wegflikkeren. Ja. Een lelijke All-Stars, gewoon weggeflikkerd. Ja. Ja. Maar ja, dus dat was verschrikkelijk. Zat er West-Vlamingen die met jou op de foto waren? Dat was ook redelijk indrukwekkend. Vooral omdat die nog minder verstaanbaar zijn als die zat zijn. Dus dat is ook heel cool. Ja, en die willen gewoon met hem op de foto, maar die vinden ook dat ze dan eventjes een kwartiertje ook moeten babbelen. Ja, dat is... En ik sta er voor lul bij, hè? Ik sta er gewoon voor pitstop bij. En Fokke staat er niet graag voor lul bij. Nee. En die doet dat ook niet stil. Nee. Dat ben ik niet zo goed in. Dat is vooral zoiets, ja, ik sta hier, hè. Ja, ja ik zal je wel blijven staan, hè. Ja. Ik sta over lul. Dat is ook iedereen even zo. Ik kan er ook niet aan doen. Maar... Jawel, je kunt dat afbreken. Nee, je kunt gewoon in je beste slaaf zeggen, hé, bedankt. Man, ik vind jou ook heel oninteressant. Ik heb in mijn podcast ja gezegd tegen James the Musical. Nee, ik kan die nee zeggen tegen mensen. Dat gaat niet. Ik ken dat niet. Dat is mensen in mijn gezicht. En dat is ook inderdaad. Hè. Oei, dag, zou ik met u op de foto mogen? Ja, natuurlijk. Ik heb u een keer gezien. Hè, 20 jaar geleden. Toen was mijn zoon nog niet geboren. Hè. Mijn zoon is ook van. Hè, want die is hier strak. Kom dan dus mee. Hij staat daar. En dan zo. Oh, nee. En dan gaat hij ook mee. Ja, en dan gewoon een keer mee. En dan ging hij erachter zo. Hey. En dan, ja. En dan die mentaal gehandicapte Mongool. Daar dan mee op de foto. Ja, waarom doe je dat? Ja, omdat jij er dan even kunt staan en zeggen. Ik sta hier. Dat vind ik zalig.
zeg eigenlijk. Ja, ja, ja dus... ook niet, en niet alleen, kijk, dat je dat doet tijdens die tussen de interventies, tussen de bands, hè, tussen de interventie. Het was een interventie. Ik denk dat er weer een van de jaren 80 ons heeft verlaten, dames en heren. God save the Queen. Oh nee, toch niet. Nee. Maar... Nou, lang wel. Wel heel lang. Doet je dat hak op de tak? My British heart is crying. Ja, is dat echt? Nee, weet je wat dat is? Ik vind dat eigenlijk eerder meer als ik ben een halve Engelsman, de meeste mensen weten dat wel. Dus ik heb ooit eens een... dat verhaal heb ik al een aantal keer verteld, denk ik, dat ik zo aan het meezingen was met God Save the Queen van de Sex Pistols. Ja. En vooral die zin, she ain't no human being en zo. En mijn vader werd daar zo wat kwaad op. En dan zei ik ze van, wat maakt dat uit? En die zei, she's your queen too. Ja. Je was echt zo wat boos. En je voelt dat wel bij Britten, zelfs zo de meest brutale in your face. Als het over het koningshuis gaat, dan verandert dat toch. Ik heb op Twitter niks kritisch of van mensen die ik volg of comedians. Of ik heb niks negatiefs gezien over. Nee. Maar we zijn naar Oostende geweest naar jaren 80 dingen en rare fles Vlamingen. Wat vond je het leukste? Oh, ik vond het eigenlijk allemaal op zich wel cool. Ja. Omdat we zijn begonnen bij Heaven 17. Ja. Ik weet niet of dat mensen die kennen, maar... Never been closer at temptation. Dat is die hun grootste hit. Die hebben ze ook gespeeld. Ja. Dus als ze de hit speelden, was dat superleuk. De zanger had blauwe tanden, denk ik. Die had zo'n witte tanden zo dat die zo licht gaven. Je zag wel zo heel veel mensen op het podium staan waar je van dacht... Allee, dat is ook een van de weinige festivals dat wij ooit met tweeën naartoe geweest waren. En dat waren de jonge gasten van de ploeg. Ja, we waren jongen even. Er zat echt volk net van ons. Ik dacht, amai jongen, Jesus Christ, die hebben dat allemaal echt... Ja, er waren heel veel mensen die moesten zitten. Ja. Dat ging gewoon anders niet meer. Ja, die maakten ook allemaal zo van die heldere kampjes met strandstoelen waar die dan zo in de weg gingen zitten. Ja. Dus Heaven 17 was leuk, dan kregen we Go West. Go West vond ik een nog zonnebankbruinere man in een nog witter hemd. Thompson Twins, die Tom Bailey van Thompson Twins. Nee, dat kwam erna. Hij wel gelijk. Ja, voilà, tuurlijk heb ik gelijk. Excuse. Maar dat was dan keigoed. Dat was fantastisch. Ja, en die was tenminste slim genoeg om door te hebben. Ik ben een oude, niet zo heel aantrekkelijke man. Ja. Dus ik ga mij omringen met keiknappe grieten. En dat werkte. Dus je had drie jonge vrouwen bij. Een bassiste, een drumster en een die dat keyboards en elektrische cello speelt. Ja. En dat was visueel eigenlijk heel cool. Maar die hebben ook veel goede nummers. En die klonken ook heel goed. Dat was echt heel goed. Dat was ook de eerste band die we die avond zagen. Dat we dachten, ah, iemand heeft de schuif gevonden van, van de keyboards en zo. Want de rest was redelijk stil en vooral vocals. Ja. Terwijl dat was echt zo wat meer... In Your Face. Dat was Sheila E. En dat was voor mij het optreden van de dag, denk ik. Dat was wel echt ongelooflijk goed. Dat was onwaarschijnlijk. Sheila E. is, denk ik, 64. En dus ik zou die niet alleen doen. Ik zou er mijn vrouw volledig voor laten staan. ik zou jouw vrouw er ook voor laten staan. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat is het trouwens al gedaan. Dat heb ik al gedaan. Maar voor mij dan. Dat is heel lief. Dank u, fokken, dat ik ze mocht hebben. Maar dat was een bom energie, eigenlijk. Dat was fantastisch. Hè? Met een onwaarschijnlijk... strak een band, maar zo helemaal Prince-stijl, want ze is zo helemaal in die funk gegaan, zo stijl Prince, en dan een paar van haar grote hits, A Love Bizarre en wat is dat. Maar, en ze heeft ook een Prince-nummer gedaan, zelfs, Baby I'm a Star, denk ik, dat ze gedaan heeft, en dan deden die ook zo dat Prince-dansje en zo, dus dat was alles erbij. En dan was er toch een moment dat ik mijn eerste traan van de dag heb weggepinkt, en bij mij is dat kei gemakkelijk, maar dat is een moment dat ze een nummer aan het doen waren en dat eindigde in dat eindgitaarriffje van Purple Rain. En dat speelt ze op zo'n witte gitaar. En op tinder steekt ze die in de lucht en dat is zo ook met dat is een gitaar van Prince ook. Ja. Dus je stond er zo van, oh, Prince. Dus ik had even zo'n momentje van, hij is er niet meer. Nee, dat was heel gaaf. Dat was echt heel Prince had nooit een koning geworden is. Maar... om het royalty-thema blijven volhouden in deze aflevering. Maar dus dat was dan ook heel cool. En dan kregen we Belinda Carlisle. Ja. Waar we ook nog van kunnen zeggen dat hij er keigoed uitziet. Zeer mooie dame. Ja, die waren namelijk in het zwart aan. Dus dat was ook zo wel tof. Visueel zag dat er goed. Maar die had gewoon een beetje de pech dat die er songs zijn veel... Dat is dus niet zo energiek. Nee. Dus je kwam eigenlijk na een bom... Sheila E., die trouwens ook nog een backing zangeres bij had. Die niet zo normaal was, niet normaal, zo'n grote zwarte vrouw met meer charisma dan ik en jij. Ja, nou ja.
En die Hilden Boel, ja, die ook nog eens keigoed kon zingen. Dat was gewoon een heel graaf spektakel. Ja. En dan kregen we eigenlijk een beetje zo'n soort energiedropje zo. Ja, ja, ja. En dan kregen we Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. Ja, en die begon met War en daarna Two Tribes. War is the Wasteland? Nog een ander. Hoe heet dat dan weer? Bridge Heart? Nee. Is dat ook in het begin? Nee, relax was het einde. Dun. Nee, hoe heet dat dan weer? Who? Ah, we're a long way from home. Welcome to the Pleasure Dome. Dat was, en ja, eigenlijk was dat... heel graaf begon dat. Ja. Dan had hij even zo'n diep met zo'n een paar wat minder bekende drie van die minder waren. Bekende. Goh, gaat dat echt niet moeten doen nu? Ja. Maar ja, je dan zo'n moment hebt dat je denkt, ah, we hebben nog een beetje saai te worden. En eerst kreeg je zo. Ja, dan zag je zo heel de. Zo iedereen werd zat. En dan kregen we nog Relax, Two Tribes en dan. Power of Love. Uiteindelijk de Power of Love, waar Fokken een traan heeft gelaten. Meerdere, ja, dat is wel een van mijn favoriete liedjes aller tijden. En dan dat waren is we, wel... waren ik had nooit gedacht dat ik dat nog live ging zien, eigenlijk. Nee, ik ook niet. En dat die man nog zo goed bij stem is, is onwaarschijnlijk. Ja. Ja, ja dat was eigenlijk... En het enige kutte was, er was geen merch. Nee, er was niks, hè. Er was geen merch? Nee. Ik heb me niet kwaad, ik heb me kwaad moeten maken dat er geen merch was. Ja. Maar ja, dat lijkt buiten die honderden West-Vlamingen waar goed kwaad op wordt, maar... Toch een aantal, ja. Ja. Toch een aantal. Ja, ja. Nou, dat was een coole dag eigenlijk. Hè? Dat was een zeer leuke dag. By the way, ik weet dat jij dat niet gaat zeggen, maar we gaan dat toch even weer al doen. Zo, maar het is wel Fokkes aan een verjaardag vandaag. Hè? Dus, how about a nice cheer? Ja. Dat is waar. Wij zijn bijna even oud, dus ik weet altijd wat jij nu meemaakt, ligt voor mij aan de zeer dichte horizon. Dus Fokker is 50. Ja. Ja. Ja, een halve eeuw. Ja. En vanwege mijn verjaardag heb ik cadeautjes bij voor jou. Oh, dat is... Dus, en voor jullie alle drie eigenlijk. Oh, ook zo weer veel te veel waarschijnlijk. Moet even kijken dat ik het niet verkeerde geef. Volgens mij had ik deze alles beloofd. Ja. Dat is de laserdisc van Indiana Jones en Temple of Doom. Maar je hebt nog geen laserdisc speler, dus dat is... Dat is heel handig. Dat is kei tof en volledig. En omdat wij samen naar Holly Johnson gegaan, heb ik twee maxi-singles. Wacht, ik wil deze toch wel even zeggen, wat hier van achterop staat. Winnaar van de Oscar. Die ene Oscar. Die ene Oscar die er dit jaar uit te reiken viel, is voor Indiana Jones en de Temple of Doom geweest. Waarschijnlijk voor een of andere technische... Indiana Jones, vastberaden en moediger dan ooit, tevoren beleeft opnieuw vele avonturen in... Nee, onjuist. Indiana Jones en Temple of Doom. Voilà. Kijk goed, en ik merci, heb man. Twee maxi-singles van Frank Goes to Hollywood. Oh, dat is wel heel cool. Dat is wel die heel waarschijnlijk cool. Op eBay heel veel waard zijn. Maar Rage Hard, kijk goed. En welke is deze? Warriors of the Wasteland. Oh, mega goed. Dat zijn kei goede nummers. Twee goede maxi's. Dat is van die Liverpool-plaat. Ja, zeker. Van de tweede plaat. Ja, en een laserdisc van Guns N' Roses. Want daar moest ik vanaf. Merci. Dank u, ik ben zeer blij dat jij dat allemaal niet moest hebben. Jouw cadeautjes. Merci, dank u. Ik heb ook al van een aantal mensen cadeautjes gehad. Super bedankt, vind ik super lief. Heel gaaf om cadeautjes te hebben. Ik heb nog cadeautjes, want ik heb nog twee andere gasten. Die zijn inmiddels bejaard. We beginnen met Michael van Peel, dames en heren. Michael van Peel! Hallo! Dit is Michael van Peel. Hallo. Hallo. Ja, jullie hebben gisteren nogal een zwaar feestje ook gehad. Ja, denk ik. Ja. Dat schijnt. Ik moet de foto's nog zien op Instagram, ik weet het nog niet. Dat is een trap. Maak laat bretellen dan. Een trap. Dat is al dat je waarom? Dat is hetgeen wat ik voel nu. Shit. Ja, mijn tepels zijn wel een dag zeer. Ja, hopelijk is dat van die bretellen, ja. Hopelijk zit er niet zwanger. Weer. Ik voel mij wel zwanger te strak. Ja? WC. Het was even zo weer. Hopla. Sorry. Het niveau was al kak. Ja, dat je denkt, epidurale. Zo. Ja. Sorry, jongens. Dat is wel cool dat je een epidurale nodig hebt om te gaan kakken. Tuurlijk, jongen. Ik weet hoe dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dan ben ik wel waar ik wil zijn in mijn leven. Dat is hem, als ik echt zo zit en denk, dat wordt een zware epidurale. En dat er dan iemand binnenkomt. Oh, ja, zo'n vijf verpleegsters afkomen. Zo zalig. Nice. Ja, man. Nou, ik weet hoe mijn bevalling voelt. Nou, ik vind dat zeker. Ja. Ik vind het toch maar aanstellerij van die wijven. Vind je dat niet? Ja, dat is... Het verschil is, ik trek door daarna. Dat is het verschil met bevalling. Ja, zou die vrouw ook beter doen. Dat is wel fijn. Oh, goed. Sfeer is gezet. Ja, jij begint over abortus. Ja.
Ik heb nog een laatste gast. Ah, en, spannend. Die gaan we er ook bij halen. Dames en heren, Jens den Donker! Oh. Wat? Hallo Jens. Hoi, Pieploy fans. Ik stond hier net in het vuile, vuile gangetje. Ja. En ik hoorde mijn naam en ik deed zo mijn mutsje toe. En ik, en ik zei, showtime. En ik dacht, dit is het treurigste dat ik ooit I was born ready. Hallo. Hallo. Wel, er is wel een reden bij. Ik ga even openstellen, want Jesus. Nee. Dus voor de luisteraars, want dit is... Je hebt goed aan de luisteraars gedacht. Jens is verkleed als eend, denk ik. Als een eend, ja. Als een eend. Een woert. Een woert. Lekker woertje. Dat heeft ook een reden. Namelijk? De laatste tijd kwamen er heel veel mensen naar mij die zeiden van... Ja, Jens, die Fokcast, podcast, leuk. Hey, chapeau dat Fokke dat al zo lang doet. Geestig, grappig, al dat geweld. Alleen, het educatieve leuk... kan straffer. Ah ja. Nu, we hebben er net wel al van alles geleerd over de Queen. Ah ja, voilà. Maar ik heb dus voor vanavond een drietal eende-weetjes mee. Eende-feitjes. Fun duck facts. voilà. Nu, misschien moeten we dat even nog opsparen voor straks. Oh. Want ik zou niet willen dat we de fanbase van de Quack Quack podcast op ons krijgen. Ken je de Kwaak-Kwaak-podcast? Die bestaat echt, hè? Nee. Dat is dus de grootste podcast... alles gerelateerd met snaveldieren. Van de lage landen. Je hebt toch ook van... Snaveldieren? Ook het vogelbikdier? Alles met snavels komt erin voor. Kwaak-Kwaak. Het vogelbikdier. Voilà. Dat is Robin Williams. We zeiden in a proof that God has a sense of humor. Ja. The platypus. Voilà. Maar dus als je klaar bent voor een weetje over de eend, ja. Laat het maar weten. Ja, eerste weetje. Ja, direct al? Gewoon doen, ja, tuurlijk. Ja, Oké, ja, kan hoor. Geen probleem. Hier, heb ze. Het niveau Wikipedia. Oh, nee, wacht, dat is... hier, heb ze. Ik heb ze opgesteld. Eenden worden ingedeeld in duik- en zwemeenden. Zwemeenden voeden zich met voedsel dat zich aan het wateroppervlak of land bevindt. Duikeenden, daarentegen, duiken diep onder water om voedsel te vangen. Hierdoor zijn ze relatief zwaar, waardoor ze meer moeite hebben met vliegen. Dames en heren, ene feitje. Amazing. Hopla. Ongelooflijk. Alsjeblieft. En nu zit je er wel bij. Nu heb je dit, ja. Vind je dat, ja. Hij stuurt voor eigenlijk, wat? Eigenlijk... Eigenlijk. Hem? Nu wel. Nu hebben we hem. Mooi. Bedankt. Normaal zit er ook die een buikje bij. Dus dan moet je zo een zakje met plush onder je ding doen. Maar dat lukt niet meer. Die valt traag. Dat lukt niet meer. Heb je nu pas eindelijk? Nee, ik zei het is mij allemaal eender. Oh my, wat een nest. Oh, man. Maar de sfeer is goed. Ja, de sfeer is goed. Dat heb je toch wel weer goed dit gedaan. Dit soort moppen neem ik jou heel erg kwakelijk. Ik ben helemaal verkwikt. Verkwikt. Verkwakt. Maar man, hij is bloedwarm. Ja, moet je mij niet vertellen. Jezus. Ik heb altijd zwart aan en nu heb ik donkergrijs en begin ik hier om mijn tieten te zweten. Super irritant. Ja. Maar goed, ik heb ook gisteren veel gesopen. Maar leuk dat je er bent. Het is weer een beetje wennen, hè, op het podium. Dus, yes. Dus, want we hebben hier nog eens een podcast gedaan, maar dit is de tweede keer eigenlijk. Ja. Ik hoop dat ik eind dit jaar weer eindelijk weer wat try-outjes kan doen. Zo. Try-outjes? Onder de radar, zo hier en daar. Is dat al links en rechts omhoog verkleed als eend? Of is dat onder andere, ik heb van alles. Hè. Ja? Een heel oeuvre? Ik heb wel een redelijke collectie, mag ik eerlijk wel zeggen, ja. dit is een van de recentere aanwinsten. Eigenlijk heb ik ook sinds kort, maar dat moet je misschien niet al prijs geven, maar... Ik heb ook een heel, heel, heel leuk hotdogpak. Maar het is echt een goeie hotdogpak. Het is niet zo goedkoop met zo'n gewone stof. Het is echt zo volledig gevuld. Het weegt echt ongelooflijk zwaar. Maar het leuke is, je gezicht zit echt in het midden van het worstje. Dus je zit echt zo...
In het worstje. Echt heel leuk. Dat is echt heel tof. Dat is de quote voor de podcast. Je gezicht zit midden in het worstje. Ja. Zit er ook, is er ook zo van die fake mosterd en ketchup op? Ja. En zo? Ah, ja. Kun je squirten met je mosterd? Wat? Squirten? Het worstje. De kun je... Nee? Ik weet niet wat dat is. Je weet wel wat dat is. Nu googelen. Jij weet wel het verschil tussen duikeenden en zwemeenden? Ja. Nee, dat moest hij ook aflezen. Hoor. Dat moest ik ook. Squirten dus. Mm-hmm. Okay, ja, maar... Google rustig. Okay. Zit er ook zuurkool op? Nee, dat denk ik niet. Ik ben gewoon geïnteresseerd naar die ingrediënten van hetgeen dat jij aan hebt. Nee, dus het is eigenlijk honger eigenlijk. Mosterd zo en dan ketchup en twee streepjes zo erop. Ah, dat is keigoed. En waar koop je die dan? Waar koop je die? Ik ken die niet. Dat is ook raar. Dat is vooral wil ik horen. Ja, ik nee, het is eigenlijk niet zo speciaal. Dus onlangs is Shelter gestopt, producteur, dat ik redelijk wat mee gedaan heb. Ja. En die hadden dus een enorme stokruimte met allemaal allerhande flauwekul en fratsen. En daar heb ik wel het een en ander uit meegesnoept. En weet andere... dat ook? Of horen ze dat nu ook voor het eerst? Dat zou kunnen als ze dit zien, sorry. Ja. 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 Komt daar een hotdog vandaan? Excuses, ja. En ja. Wat nog? Ja. Dus hotdog, eend, wacht even, wat was het nog? Ah ja, een Luke Skywalker pak. Oh, voilà. Dat was ook tof. Een deel van het politieuniform zonder de... Zonder de horror, want daar deden ze moeilijk over. Zonder een pistool. Maar ik heb ook zo een ding, een soort Batman. En als je zijn hoofd van boven open doet, dan schieten er zo snoepjes uit. Als ook een pesdispenser. Nee, maar het is een gigantisch ding. Het is Echt zo'n, een hele grote pes. Zo'n spel, een hele grote pestdingen. Het is echt heel cool. Dus als je zijn kop trekt, zo pang, en dan moeten ze hem proberen... Hopla. Tof, hè? Ah, wel, dat squirten eigenlijk. Dat is squirten. En dat soort fratsen. Jaloers. Een pizza. Een pizza-stukje. Een Dumbo-kostuum, die nodig had. Maar ja, gewoon een ja, het is wel cool. Maar zijn dat zo echt op momenten dat jij voorbij komt en je ziet zo'n grote hotdog, dat jij denkt, dat is wat ik zocht. Ja. Dat vond ik... Ja, dat was echt... Ja, dan ben ik... Ja, maar jij verkleed je altijd. Je hebt dus altijd geweest, hè? Ja, ik vind dat echt leuk, ja. Ik vind dat echt geestig. Ja? Een lekker pakkie. Ja, zeker wel. Ja, en dat is ook grappig, dus hij zit beneden verkleed en de Van Peel komt beneden en die is zo wat teleurgesteld dat hij de memo niet gekregen heeft. En die zo, ja maar ja, dan had ik me ook moeten verkleden, maar ik heb niks. Ik zei, nou, niks gewoon... bij. Maar heb jij ook een heel... Tuurlijk heb ik een kist met verkleed kleren, tuurlijk. Echt? Maar ja man, al sinds kinds af aan zit ik van alles op mijn hoofd, waaronder een eend, maar don't get any funny ideas. Maar ik zit graag een eend op mijn kop, vind je al rustgevend. Een echte eend. Ja, maar in het begin, maar, nou, ja, als die dood was, heeft dat niet meer lang geduurd, maar ik heb foto's van mezelf met mijn eend kwak. Ik kan het opzoeken voor u, ik weet niet. Kwak? Zien of dat er... Nee, geen kwakje, eend kwakje. Mooi. Mooi. Maar nu kan ik toch even niet zo goed volgen. Nee, is dat een echte eend? Ja, kwak. Heette die? Dat was gemakkelijk, want die riep zijn eigen naam continu. En ik had die geleerd om op een stok te zitten, wat niet evident is voor een eend. Want die hebben geen achterwaartse hoef. Nee, zo'n ding, spoor, zo'n teen van achter. Gelijk een kip en een teen van achter. Dat weet je wel met al je random ik eend zou effect. Misschien wel de feetjes voor Jens houden vanavond. Sorry. Wat stond hier? Schrappen maar. Holy shit! Wauw. Even voor de mensen thuis. Kan, dat is kwak. Kwak en panda wel. Oh, wacht, daar is de camera. Dus ja. Ik ben lichtjes erot. Ik wacht dat ik op mijn kop ga zitten eigenlijk. Dat is... Dat was eigenlijk een heel lelijk kind. Dat is eigenlijk helemaal goed gekomen. Een lelijk eendje eigenlijk. Ah. Oh. Goed. Sommige vrouwtjes eenden... hebben in de loop van de evolutie vagina's in de vorm van een kurkentrekker liever met een knik ontwikkeld. Die draait met de klok mee. Dat is in de tegenovergestelde richting als de gedraaide penis van de eendenman. Die draait tegen de klok in. Ontdekte Patricia Brennan van de Yale Universiteit al in 2007. 2007? In 2007 is het al bekend. Hieruit onthouden we righty tighty, lefty loosey. Zalig. Maar eenden hebben een penis inderdaad. Dat is vervelend dat je die op je kop zit trouwens. Maar het is een van de weinige vogels met een penis. Ja.
Ah ja, die andere maar wat, die draaien dan, die moeten dan in elkaar schroeven. Ja, dat is een soort escape room eigenlijk dat ze door moeten voordat ze. Ah, nee, dat is echt ik waar. Dacht dat mannetje zo heel een tijd saltokens moet maken. Dat je zo. En, hoe, en dan moeten die ook zo uit elkaar draaien. Ja. Lastig. Ja, het is heel raar. Het is een soort. En... Dus een verkrachting ja, kan wel heel lang duren dan ja, eigenlijk. Dus, penis kan groepsverkrachting over... is echt een hele lange bezigheid. 15 eenden achter elkaar. Maar toevallig. Of is dat je derde feit? Wat? Nee, want... Nee. Is dat een van de vervelende zaken van mannetjes eenden? Groepsverkrachting is daar echt een ding. Dat weet je niet. Omdat die een penis hebben, kunnen die dus andere mannetjes verkrachten. En die, andere mannetjes verkrachten? Die doen, ja, die doen dat in groep. Zo zie je maar, dus, we kunnen er niet aan doen. Met een penis die soms langer is dan het lichaam van de eend zelf. Voilà. Dat zijn er nu echt aan het verzinnen. Nee, Google it, man. De penis is langer dan de eend zelf. Nee, er zijn eenden met een penis die langer is dan de eend zelf. Hoe dus kan het dat uitklapbare... zijn beentjes beter zijn dan de jouwe? Hoe kan dit nu weer? Ja, ik heb het op mijn kop gehad, dus ik zal het wel weten. Ja, ja nee, hij, hoor, hij heeft toch ook, ja. Zoek maar een groepsverkrachting. Wie ziet er nou professioneels van de twee uit? Ja. Oh ja, nee, oké, slecht voorbeeld. Wacht maar tot mijn derde weetje. Is dat een nog... penis? Nee, maar dan hoor ik even in mijn petto. dat is voor straks. Dat is voor petto. De grande finale. Van de ene weetjes. Maar je had gewoon een... Effectief, zijn ding wordt. Zoek maar groepsverkrachting. Nee, nee, niet alleen groepsverkrachting, maar groepsverkrachting. Ah. Dat jij een eend had als ja, huisdier. Ja, mijn Google hè? Search is al aan betaald. Ik krijg al een paar meldingen van de ja, dat is waar. Ga jij het zo pakken? Excuses. Oh ja, goed. Oh! Ja, dat is wel heel mooi. Wat een schattig. Ja, geef ze maar, anders dan... Een ducktail. Woe! Ben ik dit? Nee, jij bent dit. Oh. Oh. Ja. Hopsa. Dat was heel dichtbij. Heel dicht bij. Dit is een plaat die ik vond waarvan ik denk, die gaat de Jens nog wel goed vinden. Dat is een keigoeie plaat. Nee, die ken ik niet. Dat is wel iets wat jij nog goed vindt. Oh, zalig, thanks. En, dus, wat is het precies? Geen idee. Ik heb er ooit gekocht en nooit gedraaid. En ik dacht, daar staat wel, daar gaat de Jens goed vinden. Ik zal u vertellen waarom dat jij dat gekocht hebt. Dat was een van mijn platen van het jaar tijdens uw podcast. Ah, en daarom heb ik die dan ook en gekocht. En toen heb jij gezegd, ah, ik ga dat kopen. En dan geef jij dat weg, hè. Dus zo gaat dat. Ja, ik heb het niet dat ik het van jou gekregen heb. Ik heb het zelf gekocht. Nee, ik denk dat jij dat wel gekocht hebt. Ik heb wel ook platen van de Divine Comedy, maar deze... Dus, dat is een heel goede plaat. De titel is dus de Divine Comedy. Ja, het is de band ja, Divine juist. Comedy en de plaat heet Office Politics. Ja. En dat is een beetje jaren 80 look bij de gast. Dat is die gast. Hè, die van. En dat is volgens Alex even de beste platen van dat jaar. Het jaar. Voilà, een keigoeie plaat, ja. Voilà. Top. Ja. En ik denk dat er iets van jou is. Nee, zou dat iets ja, ik denk dat ook wel. Maar zijn het liedjes? Of ja. Oké. Top. Het zijn telefoongesprekken. Nee, maar ja, ik dacht dat misschien echt gewoon stand-up of zo. Nee, het is geen Nee, het is echt. Maar hij is wel funny. Dus hij heeft. Okay, hij heeft en ik ben niet zo'n fan van humor in muziek dikwijls, maar bij hem wel. Ik ben sowieso niet echt fan van humor. Nee, dat is er aan te zien. Dat zien we allemaal. Over humor gesproken, dus ik heb 4 platen voor gekocht voor. Of nee, gekocht. Die ik over. Ik had natuurlijk gewoon allemaal dubbel. Voor Wagen van Peel. Wat? Die een paar weken terug verteld heeft dat hij helemaal geen plaatsspeler heeft. Klopt. Is waar, hè? Ja, en ik daar zijn mooie wel. Hoesjes. Freek de Jongere Pretentie. Alleen hoesjes. Mooi. Even de beste platen oh, van de. Ah, cool. Hier. Dit is iets waar je nog iets van kan leren, namelijk Wim Kan op Oudjaarsavond. Dat is iets waar je op zich toch wel. Dankjewel. Ja, oh, mooi zeg. Kan leren. Een hele goede plaat van Nederlands Hoop, ook Freek de Jonge, ah, cool. Wat ik heel goed vind. En een even de beste platen van Tone Hermans die hij gemaakt heeft, eentje die opgenomen is in Carré. Dankjewel, Sinterklaas. Ja, graag gedaan. Ik zie wel een patroon in de hoezen. Ja, dat is puur toeval. This is kind of weird. Puur toeval. En hier heeft Alex ook een anekdote bij. One man show opgenomen in Theater Carré. Weet je die foto niet meer? Van Guido Weijers toen in de... Oh, jawel. Jawel. Oh, maar dat is echt geniaal, hè. Ja, Guido Weijers. Dus dit is een plaat van Toon Hermans, One Man Show opgenomen in Carré. En je ziet hem, je ziet een vol Carré en Toon Hermans van rugzijde. Dus hij staat met zijn armen wijd naar het publiek toe. Ja, en Guido Weijers, een Nederlandse comedian, die had samen met de Filip Geubels en ja. Met nog twee andere gasten, Nick Rouet-Verveer en Jandino Asparat, die hadden zo de Gabbers, heette dat, zo'n avond voor 4 man. En die hebben toen, denk ik, een aantal keer de Ziggo Dome uitverkocht. Ja, dat was heel erg leuk. Ik was daarbij, in, was heel leuk in Nederland, en dat is een gigantische zaal. Dat is ja, nog was veel ook groter toen, dan Carré. Ja.
En Guido Weijers is een onuitstaanbare eikel. Ik weet dat, je gaat dat waarschijnlijk te horen krijgen als je deze hoort. Guido, wat je er een probleem mee hebt. Ozi Leij 20 in Morsel. Komt maar af en we klappen erover. Maar dat is echt een oetlul van je welste. Zal ik daar nog een extra verhaal over vertellen? Wacht. Ik heb de beer geport. Ik heb een aantal jaar geleden opgetreden in Rotterdam, in de oude Luxor. Ja. En ik wil dat podium opgaan en er staat een technieker af te geven tegen iemand. Hè, zo gewoon naast het podium. En ik hoor die bezig. En die zegt, ja, kut, klootzak met zijn schele oog. En ik zeg, Guido Weijers. En die kijkt naar mij, je kent hem. Ja, wat een kutlul is dat, man. En die begint gewoon 10 minuten. Nou, als hij doodgaat, ik ga naar zijn graf en ik pis erop. Ik pis erop. Dus hij is ook niet zo populair in Nederland. Allee, bij de meeste mensen, dat is not, die is best... Maar die was dus bij die een tour. Ja. En hij had een geschenk bij voor iedereen anders dat er mee op zat. En die komt binnen met koffiemokken van zichzelf. Ja. In het heel groot, met zijn armen open, met de zygodoom achter hem. Ja, met die pose. Die foto eigenlijk. Ja, die foto laten maken, dus in de zygodoom, alsof... Dat was een line-up show, dus ze waren er met 4. Maar ja, een beetje uitdoen schijnen alsof die mensen er allemaal voor hem waren gekomen. Ja, ja. En hij mocht daar ook zijn eigenlijk, want de Goebbels heeft dat daar wel plat gespeeld. Ja. En dan, dat was dan zijn cadeau, een andere was een foto van hem. Wauw. Maar we zijn daar samen naar gaan kijken, ja, naar die show. Ja, was er toen bij, hè. En, maar weet je nog dat er is... Er ging eens gruwelijk fout in de avond dat wij zijn gaan kijken. Nee, weet je dat nee, nog? Dat weet ik niet meer. Was fucking hilarisch. Dus de Jan Dino, die kwam op. En ik denk dat dat de eerste was ook van de avond. En dat was echt megalomaan. Ja, een gigantische zaal. Ja. En dat was met vuurwerk en met echt zo 30 dansers die dan opkwamen. En Jan Dino zelf kwam vanuit het podium. Had zo'n vierkante tegel, dat hij van helemaal uit het podium kwam. Daar werd hij de lucht ingestoken. Zo'n paar meter ging hij dan de lucht in. En dan zakte hij weer en begon hij dan mee de choreografie op het einde te doen met al die 30 dansers die daar tussen het vuurwerk door crazy shit aan het doen waren. En dus die avond komt hij uit dat podium, vuurwerk, rookmachines, publiek wordt zat. Jan Dino staat 3-4 meter op zijn vierkante tegel in de lucht. En dat machientje zakt niet. Dus die staat echt, dus dat komt gewoon niet naar beneden. Dus je ziet die zo wat panikeren. Je ziet die dansers zo kijken van, en nu? die doen maar wat door. Dus dat einde lijkt te naderen. Je ziet iedereen zo wat paniekerig naar elkaar kijken. Hij staat er nogal. Hij kan niets doen. Hij staat zo 3-4 meter op eenzame hoogte. Zo te kijken van fuck, wat is dit hier? En nadat, net op het moment dat de grote finale zweet, zo poof, vuurwerk overal, die een beat gaat eruit. Het is even muisstil. En net op dat moment denkt dat machientje, ik ga er echt angst zitten, jong. En dan zien ze gewoon dat Jan Dino zo de langste 7 seconden van zijn leven zo... terug naar beneden gaan. Oh. Dat is wel heel grappig. En dan speelde hij 20 minuten comedy, maar hij kon nooit meer over de beste mop van de avond. Hè. Namelijk, Jan Dino gaat niet... Ja, hilarisch. Fuck, hey, nou. Bij 11.000 mensen erop zitten. Ja, zoiets. Ja. Alright, goed. Nou, jullie hebben cadeautjes gekregen. Ik denk dat het even tijd is voor pauze. Het is ook omdat het mijn verjaardag is, heb ik ook... dan moet je trakteren, zo werkt dat op een lagere school. Ik kan er eentje teruggeven eerst, hè, nog. Oh. Ja, want jij bent natuurlijk een enorme filmfan, Fokke van der Meulen. Oh, ja. Wie zegt dat? Wie is dat? Iemand schijnt en zo. En ja, wij delen ook een passie voor Star Wars. Voor Star Wars. Star Wars. Maar er is maar één ding jammer aan Star Wars. George Lucas? Ja. Dus ik heb speciaal voor jou een limited edition print van George Lucas, The Making of Star Wars, uit Amerika meegebracht voor jou, om te lezen met fantastische foto's, dus ik ga het sowieso willen lezen, maar dan moet je ook door quotes zoals I think the sequels will be much better, George Lucas 1977. Dankjewel! Oh, live. Profetische woorden. Ja, super. Ja, dan moeten we helemaal pauze doen. Dan moet ik even gaan lezen. Even lezen. Dan gaan we even pauze doen. Heb jij die... Yannick, is dat gelukt met die... Dus ik heb zo'n tractatie. Iedereen heeft de... Daar ben ik benieuwd. Nog nooit iemand een bounty gezien. Een stuk chocolat. Dat hebben we niet in de oorlog. Ze zijn blij met een bounty, jongens. Dat is fantastisch. Nee, koester het. Het is een Hollander die shit weggeeft. Dat gebeurt niet veel. Geniet ervan. Het is eventjes een kwartiertje, 20 minuten pauze. Geef al even applaus voor de mensen voor de pauze, dames en heren. Alex, Eckley, Michael van Peel en Donald Duck. Donald Duck.
Fokcast. Googelt en dit is penis van een mannetjes eend. Ja. Wat? Ja. Dus kom daar met thuis. Hallo! Goedemiddag. Dus ja. Dus ja, als je daarmee groepsverkracht wordt door vijf van die duckies, ja, dan zinkt het denk ik gewoon waarschijnlijk, weet het niet. Dat, die ketting heb ik... Dan ben je een duik eend. Au! Oh. Ja, wel dan. Die ketting heb ik gekregen van Wim hier vooraan, maar dat weiger ik aan te doen. Maar Alex staat met alles. Ja, je hebt dat gewoon om mijn nek gangen en je zegt, jij doet dat aan. Dus, voilà. Nou ja, jij bent de volgende in rij. Ik ben de volgende, ja. I'm next. Dat dus, is in december, hoeveelste december? 22 december. Ja. Doet het jou iets? Ja, dat is wel... Het enige dat dat is als je wel zo zegt, hoe oud zit jij? Ja. En je zegt dan, 50. Ja. Dat is wel zo... Ja. Zo, ja, je hebt wel een beetje dat gevoel van, dat was het dan voor de jeugd. Ja. Hè? Zo, je weet, na is het allemaal baardig af eigenlijk, hè, basically. Ik zeg al een maand of vier dat ik 50 ben. Ik bedoel, we moeten nu 100 worden als we kunnen zeggen dat we in de 11 zijn. Dus je weet, we zijn over de 11. Ik ben niet eens op 2/3. Ik bedoel, ik ben echt nog een jaar of 5. De laatste loontjes. Dan heb ik het gehad. Ik ben ook helemaal klaar mee. Ik vind het prima. Ja. Heel blij dat ik je 50ste nog mag meemaken. Ja, ik ook. Want we hebben elkaar leren kennen, denk ik, toen je hoe wel 40 was. Ja, zoiets. 10 jaar geleden. En allee, het heeft een paar keer aan de zijde draadje hangen, dat mag ik wel zeggen. Hè? Toch? Ja, dat mag zeggen. Wauw. Dus, ja, ga je nu uit je hol trekken trouwens? Niets. Gewoon even zeggen, ben blij en opgelucht vooral dat je er nog bent. Dankjewel. Dat is heel mooi, vooral uit de mond van een eend. Dat is... Donald. Snavel. Was dat het volgende feitje? Of was dat eentje Wil je nog een feitje? Willen we nog een feitje? Hopla. All right. Oké. Okay. Is dat de grote finale feit? Is dit waar alles op naartoe gaat? Ik ga zien hoe dat valt, en anders verzin ik er straks nog een. Een wilde volwassen mannetjes eend kan tot 4,5 kilo wegen. Ik vond dat van die penis iets indrukwekkender. Ja, en eerlijk gezegd twijfel ik ook een beetje aan het feit. Want... die penis nu... alleen weegt volgens mij al 4,5 kilo. Nu ken ik toch ook zelf een eend die toch vlot 93 is, droog aan de naak. Hier, er zit er een naast ons. Goedemiddag. En heeft zijn voetjes niet eens bij. Nee. Dus dat werd juist... Dat is wel jammer. Nu ben ik echt bang dat ik de voetjes heb laten liggen. En een oranje legging ook. En een oranje legging. Oranje legging, er loopt iemand door de stad met alleen een oranje legging en 2 ene voeten. En op een dag komt de golem elkaar tegen. Ja. En de kurkentrekker dans die daar aan ontstaan. I don't need this. Farida. We all stand together. Is dat Paul McCartney zelfs, denk ik? Ja. Juist, hè? Die speelde nooit mee kaarten met de rest van de mannen, hè? Oh nee, Paul McCartney. Goedenavond, Tienen. Ik was te ver gereden, we zaten in Elven. We zijn hier geraakt met veel vijven en zessen. Ja. Tijd om te vieren. Okay. Wij zitten er nu vanaf nu voor. Wat doen we met 2? En vroeger waren dat 2 van de allergrootste in Vlaanderen. Hè? De ene keer dat die 5 ervoor komt staan, is dat gedaan, vriend. Kan je alleen maar hopen op de toekomst. Hoe oud ben jij eigenlijk, Van Peel? 44. Ja. Je wordt 4. Word ik. Fat, man. Ja. Hij zit ook goed bewaard gebleven. Dat is ook heel storm, toch? Fat, man. Hoe goed dat er Van Peel eruit ziet. Jesus Christ, man. Op zolder dat je niet wilt zien. Ja. Daar kleine waarmee je gewoon een pak printpapier kunt snijden. Ik heb mij vorige week nog eens geschoren. Ik ben al heel mijn leven jaloers op fashion. Al van de 15 jaar. Jongens in het 6e middelbaar hadden dat en ik dacht dat komt. Ik heb ooit mosterd opgesmeerd zelfs. Dat bleek een leugen te zijn van ons moeder. Dat je dan snor krijgt. Toe alleen pijn inderdaad. Honing. Ik ken dat nog altijd niet. Ik altijd hoor ik net. Dit is jouw baardgroei. Maar de grap is, ik zei onlangs nog tegen Lisbeth, ik wacht er nog altijd. Ik hoop nog altijd. Misschien moet ik het hopen loslaten. Ik denk dat het niet meer gaat gebeuren dan. En dit is echt meestal het...
Het wordt niet meer dan dit. Enfin, nee, dat is een vraag. Dat is een, hebben we nou over zijn haar of zijn carrière? Wat, Of mijn piebel, hè? Ja. It is what it is. Maar goed, ja. Maar ja, wat wilde dan het liefst? Allee, ja, bedoel, wat zeg jij? Snotneus. Ja. Snotbek, snotsnavel. Ik word er in juli van... Nee, ik ben er eigenlijk net 32 geworden eigenlijk. Gefeliciteerd. Amai. Ja. 32. Maar stond er niet op Wikipedia dat jij... Misschien een beetje raar. Ja, omdat ik dat ooit in uw podcast heb verteld. Maar ik weet ook niet meer waarom dat ik er ooit over gelogen heb. In eende jaren. In eende, ja. Nee, ja, dat heeft toch lang op Wikipedia gestaan dat jij in december verjaarde? Ja, 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 ja. Ik, dat weet, ik weet dat dat maar dat jij vertelt wel echt leugens vaak. Practical joke. Pertinente leugens, ja. Wat is ik de laatste leugen die je vertelde? Dat één de 4,5 kilo wegen waarschijnlijk. Ah, dat is die. Maar nee, kijk, het is gek. Ongelooflijk. Ja. Het is hij, Leclerc. Le Duc. Heerlijk. Goh, dan heb ik zoveel zin om in je ballen te kloppen. Niet in mijn ballen. Bij die eend heb ik dan minder, maar als ik dan jou zie, dan denk ik, oh ja. Dat is ook lang geleden dat we dat gedaan hebben. Echt niet in mijn ballen, please. Waarom niet? Maar oh, fokken, kom. Hij zei 50 jaar, man. Wat is dat toch? Goh, is de lol er nu ondertussen niet een beetje vanaf? Nee. Oh... En voor jou wel? Hij heeft mij echt... Ik, weet je, dat ik ooit een keer op mijn computer een apart mapje heb gemaakt met alle foto's waarbij dat, en filmpjes, want die zijn er ook, waarbij dat hij mij in mijn radijs aan het kloppen bent. Het zijn er echt belachelijk veel, man. Belachelijk veel. Ook op de meest genante... Als we van die groepsfoto's deden, en dan met een heel bende, en dan weet je... 3, 2, 1, klaar! Diezelfde avond waarover dat we het daarnet hadden in de Ziggo Dome. Ja, maar ja, ja, ja. Heup, ik sta er ook... Zwaar. Op mijn eigen fucking première met mijn ouders. En mijn fokken. Oh, in mijn ballen. Echt waanzin. Wow. Okay. Kan echt niet. Hou mijn ballen. Hou je ballen. Hou mijn ballen. Maar dat is liefde. Hè? Dat, weet ik, dat is liefde. Dat is liefde. Ja, dat is uw... Mijn onhandige zieke, manier om zieke dat te versie naar jou om toe. Ja. Maar dat, ik doe dat eigenlijk bij niemand anders. Aldo, bij Aldo doe ik dat ook af en toe. Ja, maar Aldo, die zijn balletjes zijn nog niet neergedaald, denk ik. Nu die wel. Dan, inmiddels, ja, ja, ik heb ze eruit getrokken. Het is oké. Okay. Okay. Ik heb ze gevonden. Enfin, genoeg over ballen. Dan wil je het alles over ik hebben. Ik wil even wegfietsen van het onderwerp, want ik weet nou waar dat dit gaat. En ik zit niet zitten. Oh, Foxy, please. Hebben die eigenlijk een balzak? Want dan trekt dat van die voren in het water. Laat het zien. Oh. Hij overweegt het ook echt, hè? Dat is ook zo goed. Ik weet het niet. Moeten wij hier eigenlijk nog zin of zo? Want, Het is weer raar. Ik heb 3 minuten niet over jou, hoor. Ja, dames en heren, Alex Agnew! Ja, man, je weet hoe dat ik word als het niet over mag. Dus, Je bent een boek aan het schrijven. Huh? Jij? Met je flippers. Jij bent een boek aan het schrijven. Ik ben een boek aan het schrijven, ja. Tikken met je snavel. Ja, ik ben een boek aan het schrijven. Een beetje eigenlijk de best of van 32 jaar Jens. anekdotes, verhalen, flauwe fratsen, allerhande. Leugens? Hoeveel leugens staan erin? Wel, ik wil eigenlijk, dat is mijn idee, maar ik krijg het nog niet echt verkocht bij mijn uitgever, om dus het boek te beginnen en in de intro te zetten van kijk, dit is een boek met zoveel hoofdstukken. Ik pak nu een keer 40 hoofdstukken. Ze zijn allemaal waar, stuk voor stuk. Helemaal echt waar gebeurd. Behalve één. Eén heb ik van A tot Z gewoon helemaal uit mijn ogen getrokken. Om dan te beginnen in hoofdstuk 1 met... Ik ben geboren in december van 1718. Op een koude, koude decembernacht, terwijl mijn moeder met haar poppentheater rondtrok in de Weimarrepubliek. In de Weimarrepubliek. Ik weet niet of dat historisch klopt, maar in ieder geval... Nou... Ik zou dat wel research en dan gewoon een halve pagina volstrekte flauwekul om dan te beginnen aan de real deal. Maar ik krijg het nog niet echt verkocht. Ik vind het wel een klein beetje grappig. Ik vond dat ook een klein beetje grappig. Ja, dat is leuk. Maar ja, je hebt het nu al een beetje weggegeven ook. Het is kapot nu. Dus maar kan je het anders moeten verzinnen. Van Peel schrijft ook boeken, hè? Zou stiekem het tweede hoofdstuk ook helemaal kunnen liegen, hè? En dan is er eigenlijk maar één waar hoofdstuk erin. Dat zou interessant zijn. Ja. En dat is dan dat stuk over die Weimar-republiek waarschijnlijk. Nee, dat is tegen Russie. Hij haakt af.
Hij is afgehaakt. Ja. Hij snapt het niet meer. Maar heel verward nu. Maar heel verward nu. Ja. Maar jij schrijft ook boeken, dat weet ik. Want... Hij ook? Want... Nee. Nee. Hij heeft wel een boek laten schrijven. Ja. Ja, wel, ja. Nou ja, boek. Een vakantie. Weet je, een vakantieboek. Leuk, leuk. Zo, zo plaatjes drie, ook. Drie keer kakken gedaan, hè. Ja, zodat, twee keer kakken gedaan. Ja, een beetje dat. Ja. Ik heb het gelezen, dat was tof. Ja, dat was een tof boek. Tuurlijk dat. Zou je niet ook een boek willen schrijven? Heb je dat niet gedaan? Ach, ik weet dat niet. Nee. Waarom niet? Nee, je hebt toch een mening over dingen? Ja, dat is waar. Maar in. Iedereen heeft een mening tegenwoordig. Ja, maar die van jou is iets meer waar, tuurlijk. Waard. Onderbouwd, intelligent en grappig. Hè? Dat kun je al van 99,999% van de wereld zeggen. En zo. Ook niet arrogant. Nee. Dat is heel belangrijk. En nog man van het volk gebleven, dat is ook belangrijk. Mm. Dat is sowieso van het, mijn kasteel. Kijk, ik altijd. Ik ben nog één van jullie. Ja. Dat is kei top. Maar dus, ik had het een paar jaar geleden. Ik denk dat ik nog hele lange jaren tegemoet ga als deze al geclasseerd wordt als te grof. Want dan is het echt bekend gedaan voor mijn carrière. Is dat grof? Denk ik. Is dat grof? Dan is het gedaan, hè? Oude witte mannen moppen. Oude witte mannen moppen. En één was... Dat is de titel van je boek? Van mijn nieuwe boek. Oude witte mannen moppen. Eerste interview, Gert Verhulst. Kom eens binnen, jongen. Pak wat mellow cakes. Of hoe noemen ze dat nu weer? Maar Weet je dat ik de gast was geweest in die aflevering, by the way? Ik was Margriet Hermans geweest. Dus I dodged the bullet there. Dat is al dat ik ook verkleed als Margriet Hermans. Dat wel. Dat is wel heel goed. Een beetje fatshaming erbovenop. Dat pakken we er ook nog even bij. Gender-schmender. Dan komt de meeste wederbots op de. Is maar hoe dat je gevoeld, zeg ik. Ja, goed. Hoe vervelend dat dan geweest, dat je net gezegd. En hoe noemen we dit? Mellow cakes? Ja, ja. Dat is toepen. Klaar, einde. Nee? Tuurlijk. Ik weet het niet. Heeft iemand dat gezien? Nee, niemand, nee, iedereen heeft erover gelezen, maar niemand heeft het gezien. Nee. Ja, dat, ik snap, Mooi. Zinloos. Sorry. Wat wou je vertellen, Jens? Ah ja, dus ik heb een paar jaar geleden uw boek aan mijn pa cadeau gedaan van naar de Evenaar rijden en al. Nee, wat zeg ik? Nee. Dat was de eerste, dat ik cadeau gedaan heb. Maar dan heb ik er ook nog eentje gemaakt over de Noordkaap. Ja. En mijn moeder haat mij nu, want mijn pa heeft een paar maanden geleden met zijn kameraad... Alle platen van Stijn Meuris gekocht. Met zijn maat. Had ook gekund. Nee, maar die heeft dus eigenlijk hetzelfde wat? Traject gedaan. Wat? Nou, de Noordkaap gereden? Ja. Cool. Ja. In of op wat? Op een motor. Eend. Dat zou redelijk... Op zijn eentje. Hij is 18 jaar weg geweest. Op zijn good old Africa Twin is hij daar naar de... En hij is niet teruggekomen? Of waarom haalt hij moeder? Hij woont daar nu. Nee, omdat mijn ma vond dat dan onbetand dat ze dan zo lang alleen zat. Hij kende dat. Dat is dat van... Ah, je vader, hij doet hier maar wat, hè? Je ziet weer weg. En wie gaat er tussen blijven? Dat was aan de plaza, heel de cirk. Ah, het zou wel weer een moedje zijn, het zou wel weer een baby zijn. En moet ik dat dan? Ja, maar matje, ja, het is waar. Enfin, zwart. Nu betrek ik niet te veel mee in een gezinsleven. Waar dan niemand eigenlijk... Ik wel dat je moeder heel goed uw vader doet. Intussen moest een leren frak met vrienden aan. Midlife crisis race. Het is een hele passie erachter dat je volgt, start een nieuwe beweging. Wel, moet je de was doen van heel die tijdens beweging? Tijdens de zin hebben ze wel een motorclub genoemd eigenlijk naar het enige, hoe noemen ze dat? De enige home bij ons in Torp. Dus het, de enige homo? Nee, homo, rustig. De village. Er is één groot rusthuis bij ons in Torp. De laatste kreun. Motorclub, de laatste kreun. En echt cool, een bejaardentehuis. Ja, ah, okay. En ze hebben een motorclub naar het bejaardentehuis. En hoe heet dat bejaardentehuis? Marja Leuf. Echt waar. Marja Love, maar iedereen zegt Marja Leuf. Marja Leuf. Echt waar, Marja Leuf. Dat ook zo, man. Marja Leuf. En hebben die daar een jas over? Die hebben ze van die vestjes laten maken. Nee, t-shirts zijn het, maar Marja Leuf. Ik wil ook een t-shirt. MC Marja Leuf, echt waar. Mijn pa is president van MC Marja Leuf. Dat is geen zever. Dat is echt waar. Ja, vader is heel grappig. Van een held. Ja, dat is echt een held. Wat een figuur. Ja. En hier is hij, dames en heren. Nou ja, hij is op de motor naar Noordkaap. En wanneer is die uitdaging gedaan van de zomer? Net iets voor de zomer. Ja, een tijdje, een paar maanden terug. Ja, 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 ja. Maar die is toch een week of... Ja, dat is wel een eind. Een paar weken weg geweest, ja. 4000 kilometer. En dan gaat je moeder nou naar de Evenaar.
Nee, mijn mama gaat 2 dagen naar Milaan, want het is nu een keer tijd dat zij een keer iets mag. Zalig. Shoppen. Shoppen, shoppen, shoppen. Met de creditcard van Marjolein. Gewoon een keer relaxen. Hè? Ja. Gewoon een keer relaxen. Zit dat verdiend? Zit dat verdiend? Ik vind dat wel. Ik vind dat ook. Ik vind dat wel. Met zo'n naam zo. Moet dat doen. Moet dat doen, moet je. Moet dat doen, zeg ik. Moet dat doen. Dus moet je, zijn... zeg je echt, moet je mijn moet man je, is een biker, mijn zoon is een eend. Ja. Dat is niet meer goed, hè. Ga shoppen. Fuck it. Ga shoppen. Zijn jullie weg. Titel van haar boek. Godverdomme. Wat is eigenlijk de titel van jouw boek? Of mag je dat nog niet zeggen? Hij gaat liegen. Ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Het is, nog niet, het is nog niet beslist. Het is nog niet beslist. En wat zijn de keuzes? De eerste werktitel was... wacht even, hoe moet ik het... Flitsen op het tweede gordijn. Gaat het niet worden. Nee, gaat het niet worden. Twee was... memoires. Je titel bestond al, denk ik. Ja. ik heb wel eens... En de derde titel... Ja, fijn, dat is ook nog niet echt afgeklopt, hoor. Maar de derde titel is gewoon... Jens den Donker. Ja. Ja. Echt, nee. Hm? Wat was het? Nee, gewoon... Jens, een leven in lach en traan. Oh... Nee, dat is niet waar. We moeten terug naar de tegentafel. Nee. Je gaat het gewoon niet zeggen. Dus je weet wel shit uit Holland. Jens, nog niet. Eentje is geentje. Mag dat nog niet verklappen. Dat valt beter. Dags live. 101 reuze leuke weetjes over de eend. Dat zou heel grappig zijn. Tof, hè? Ja? Nee, ik weet het, ben er echt nog niet uit. Ik weet het echt nog niet. En wanneer moet het uitkomen? Oh, wanneer moet het uitkomen? Ja. Is biografisch of heet het gewoon memoires? Nee, het is Jens, zelfmoordpoging, depressie en dan wordt het lachen. Ja. Ja, zet er allemaal in, zet er allemaal in, zet er allemaal in, zet er allemaal in. Zet er allemaal in. Leven is kut en dan wordt het grappig eigenlijk. Leven is kak. Ja, kut. Zweten ervoor gestapt, kut, kijk, ja, soms haal ik die doorheen. Oei. Ja. Ik heb nu al spijt. Ah ja. Nee. Daarom heb je geen kinderen. Ah! Ja, ik zal het meteen nog eens uitleggen. Voilà, en voor de rest zit ik veel op YouTube. Ja? Ja. En wat is... ik zit veel op het internet. Voilà. Ik surf al eens. Ja, we staan nu ook in West-Vlaanderen op YouTube? Ja. Alright. En je weet dat ik al 8 jaar in Antwerpen gewoon. Ja, ik weet het wel. Maar je hebt toch nog altijd West-Vlaams internet? Ja. Hoehoe. Zalen, hè. Wikipedia bestaat, hè, in West-Vlaams. Is het echt? Weet je dat niet? Nee, dat wist ik echt niet. West-Vlaams is een van de officiële talen van Wikipedia. Daar is een lekker West-Vlaamse Wikipedia. Is dat echt waar? Het is volledig in het West-Vlaams geschreven, officieel. Check maar. Machtig. Ik heb Fries in West-Vlaams. Dat is een van de zotte snijden mee bezig. Het is de metaal of zo, ik weet niet wie. Ja, waarschijnlijk. Het zesde metaal. Dat is dan ook dat zijn alle West-Vlamingen dat je kent. Ja. Het zesde metaal, okay. Jens en... Preuteleuten? Ja, inderdaad. Ja? Ja. Wauw. Ja, die vullen daar... In de IJzerwalk. Wereldberoemd, hè, West-Vlaanderen, die gasten. Ja, absoluut. Maar spelen die ook buiten de dat weet ik niet, maar ik weet alleen dat als hij West-Vlaanderen is, is het waanzin. Ja. Dat is niet normaal. Heb je dat al gezien? Tuurlijk. Die gasten zijn larger than life in West-Vlaanderen. Echt waar. In West-Vlaanderen? Echt waar, niet normaal. Is toch ongelooflijk? Dat is echt zo. Die gasten zijn populaire mensen. Nee, wij zijn dat ook overal anders. Jij wel, ja. die vullen echt stadia in West-Vlaanderen alleen. We hebben er ook maar 2, maar ze vullen ze wel. Ja, echt waar. Dat vind ik gaaf. Dat is gaaf. Maar ik heb het nog nooit gezien. Ik weet niet of het. Het is top. De naam Preuteleuters spreekt mij ook niet super hard aan. Maar ja, dat is eigenlijk gewoon vrij vertaald Pearl Jam, hè? Dat is letterlijk. Dat is de mop, hè? Dat is echt waar. Dat is geen zever, hè? Dat is echt. Dat is ding, hè? Is dat niet parelconfituur? Voor jou ook nieuws, toch? Hè? Nee. Ja, oké, ik ben niet de enige. Nee, dat is echt. Dus dat is gewoon de letterlijke vertaling van Pearl Jam, ja? Hè? Dat is toch algemeen geweten? Je zegt de hele tijd ja. Die klopt niet. Parels is preuten. Parelconfituur. Dus preuteleuten. Jammen op je pearl, hè? Dat is in feite. Jammen op je pearl. Jammen op je pearl? En maar ja, Asten, moet er nog een tekening maken? Ja, je moet er een tekening van maken, ja. En wel. Wist je dat een eend geen clitoris heeft? Gaat het over squirten of niet? Dus de pearl. Wordt er gesquirt? Occasioneel. Dus de pearl. Hey, dus de beste porno het genotsorgaan, zeg maar. Hey? Ah ja.
Hey, dat is dus de Pearl. Hey. En dan erop jammen. Hey, een beetje spelen ermee. Dus de letterlijke vertaling van Pearl. Dat willen we toch nog zo. Maar ik ben nu toch geen anoze. Dat klopt toch? Hey? Daar komt toch die naam Pearl Jam niet vandaan? Maar dat toch wel? Toch? Ik vind het een beetje een figuurlijke vertaling eerder dan een letterlijke. Ja, ik denk ook. Enfin, ja, dus jij denkt dat Eddie verder dacht, weet je wat, ik ga, ga onze band noemen naar een vrouwelijke masturbatie. Ja, is er een logischere verklaring? Ik ga dat noemen naar de Vlaamse uitspraak preuteleut. Typisch Eddie verder. Ja. Zij, Eddie verder. Hoe vertelde dat dan? Eddie Vette. Vette en Eddie. Maar nee, ik heb dat mee, ooit. Maar nu ben ik samen aan het twijfelen, maar ik heb dat ooit zo. En mijn vrouw heeft dat ook zo gehoord, toch? Zie je, mevrouw is mee? Ja, maar ja, die is, waar je naartoe gaat, alles die is mee, hoor. Ja. Is er niemand anders die dat ooit heeft gehoord? Dat de reden is waarom Pearl Jam dat ooit Pearl Jam noemt. Toch. Voilà. Huppla. Van de Oostende. Van Pearl Jam had ik gehoord, maar Pearl Jam... Voilà. Om u maar te... Pearl Jam, geen idee. Heel mooi. Grootste fan. Wauw. Onwaarschijnlijk. De Pearl Jam, dat kan ik allemaal niet. Maar Brutlunen, oh jawel. Zalig. Goddelijk. En ook alleen de hobby, schitterend. Hè? Schitterend. Dat is toch machtig? Dat is redelijk raar. Dat iemand zegt van, ja, Pearl Jam, maar... maar Brutlunen, ja. Ja, 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 tuurlijk. Tuurlijk, wereldberoemd. Polusfeest, nee? Polusfeest, nee. Polus. Hopla. Polusfeest van Stende, ja. Machtig. Ongelooflijk. Nou, ik wil het wel zien. Die gasten zijn legendarisch. Echt waar. Dat is echt crimineel, de Max. Crimineel en iedereen zingt dat mee, hè. 38.000 man, heel Oostende, zot. Zot. Dat is echt zottekot. Dat is niet, ik ben niet aan het overdrijven, hè. Dat is ongelooflijk. Hoeveel nieuwmanners heeft Oostende? 15. Oh, we hebben een kenner. Voilà. Ah ja. Ja. Maar ik woon hier. Maar je woont. Het boeit me niet hoeveel mensen hier wonen. Een half miljoen meer dan ik. Te veel. Maar onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Hoeveel mensen wonen in Antwerpen? Ik weet het niet. Hebben we dat geteld? Officieel? En zo deuren en shit erbij. 350.000 keren dacht ik in een klein 800.000. Tot een miljoen en ga al die randshit er ook bij. Ja. Die randshit. Die randshit. De parking. Voilà. Maar dus 350 in de kern alleen. Ja. Binnen de lijn. Dat was holy fuck. Ay, binnen de ring dan, zo gezegd. Ja. Holy shit. Ja, die waren vandaag allemaal op de weg. Amai, met een frak. Godverdomme. Ja. Dat is ook nog marathon. Dat moeten we dan ook nog hebben. Ik denk, er is niet genoeg veld in deze land waar je gewoon over kunt gaan lopen. Of, maar een zondag een beetje naar de zak helpen met wat fucking marathon. Er was dan wachten op een roeilichter, terwijl er zo twee out-of-shape dikkerts komen voorbij gaan sloft. Ik denk, come on, you're fooling no one. Ja, just 50, go ahead and have the fucking heart attack we're all waiting for. Godverdomme, man. De fucking steppers allemaal kapot, man. De fucking kutvolk dat is, jongen. Echt... En trouwens, nog iets aan alle mensen die door de Jan van Rijswijklaan rijden. De stad is nog niet autovrij! Sorry, ik wou het even kwijt, maar doe voor de rest. Ik ben een beetje Alex wordt 50. I'm in a bad mood today. Ben je bang? Amai, jongen. Ben je een beetje bang voor hem? Ik ben een beetje bang, ja. Ik zal je wel beschermen. Oké. Okay. En wat was dat van de Jan van Rijswijklaan? Ik was er dus straks door aan het rijden. Ik ben echt die een oude lul. Ik word kwaad van mensen die van mij die een eikel maken dat ik niet wil zijn. Maar je kunt dat niet helpen. Ik zit in een auto te rijden. Er zitten zo drie op hun fiets naast elkaar. Zo doodleuk in het midden van de Jan van Rijswijklaan. Ik had zoiets. Deze is geen fietsstraat. Deze is geen... Nee, niet de Jan van Rijswijklaan. Ik zit fout. De Lange Leemstraat. Lange Leemstraat. Ah, maar ja. Ja, maar knip dat er maar uit, want dat wordt commotie, man. Als je zo'n dingen hebt, wel de weg. Begin te gaan verkondigen. Ver, pak de micro terug. Dit vertaalt supergoed naar audio. Nee, maar serieus. Nee, maar
echt wel, je moet er wel echt mee opletten. Zijn zo ja, maar Rijswijk-Laan is eigenlijk best gezellig, vind ik wel. Gezellige straat. Dat is een fucking fietspad. Zeer gezellig. Hey, hey, wat ik wel wou zeggen, lot u niet tegenhouden door een fietspad, hè, vriend. Ik woon in Mortsel, er is een fietsstraat naast een fietspad. Dus ja, we rijden hier, maar we rijden ook daar. En ga ik ook kruipen achter mij, terwijl dat we langs hier ook nog het lachen op ons fietspad. Maar dan gaan we erna zagen over Koning Auto. En ik denk, Jesus Christ, als ik echt Koning Otto was, dan mocht ik al legaal allemaal kapot rijden. Dan mocht ik dat doen. Jij gaat ook vaak op de fiets, hè? Soms. Dan is het anders. Dan soms is het anders, hè? Nee, dan is het niet anders. Nee, ja, ja. Dan vind ik ook dat iedereen het mannen weg moet. Hé, hè? Oh, nee. Ik ben kater, man. Ik ben veel te slecht gezien. Dat is... Sorry, peoples. Love you all. Oh, nee. Gaat het nog? Ja. Okay. Maar je moet er wel echt mee opletten, Alex, in de huidige politieke klimaat. Maar als je zo namen van straat begint te vermengelen, ja, dan hebben ze dat is het niet maar echt waar, jongen. Hey, er zijn al veel minder columns geschreven, ze kameraden. Ja. Morgen zo 500 klachten van de Jan van Rijswijk-Laan. We zijn dus echt niet de lange leemstraat. En dat is historisch al moeilijk, tussen die twee straten. Dus ik zou er echt vreemd mee opletten. Ja, je hebt gelijk. Ik ken een keer de dingen. Twee straten verward met de drie Koningenstraat verward met de Statiestraat. Ja, je lacht ermee, kameraad. Dat was aan uw deur staan. Ja. Die drie koningen. Melchior, Zwattelen. Nee. Balthazar. Lada, de drie koningen. Balthazar, Melchior en. Zwattelen. Kijk. Ah, we zijn katholieken in de zaal. Mooi. Ze leven nog. We missed one. Maar dus? Ja, Van Peel. Hè? Van Peel, ja. Waarom, ja. Dus? Hè? Wat? Nee, hoe? Ja. Ja, maar... Het is fucking die 50 werd. Dat is waar. Maar dat is niet zo ter zake. Ja, toch wel. Nou, je moet er niet onderuit, mooie vriend. Je kunt die ketting rond mijn nek hangen, maar dat is oude leeftijd, hè, manneke? Ja. Ik zit er nog niet. Max 50. Misschien, dat is ook een beetje het gevoel dat ik heb. Is dat misschien niet tof om een keer zo de vloer te openen voor een aantal vragen rond het 50-jarig bestaan van Fokke van der Meulen? Is dat misschien niet tof? Ik niet. Ik denk dat er aan misschien heeft. Zijn er vragen? Nee. Voor gewoon dingen die je altijd al had willen weten van over, mij? Over Fokke. Ja. Over nou, we gaan verder. Nee. Heb jij een vraag? Niemand. Heb jij een vraag? Ja, ik heb veel vragen, maar... Nou, vraag maar. Ik denk dat geschikt is voor... voor hier. Nee, ja, dat weet ik ook niet. Je hebt toch ooit zo'n schattig verhaal over je eigen, dat je een klein manneke wordt en dat je een van je beste vrienden ontmoeten? Ja, dat is... Ja, ja en dat is Martin Edelman, mijn buurjongen. Ja. En die kwam... Dus onze eerste ontmoeting... ik was 4, 5 en hij is een jaar ouder, dus hij was 5, 6. En ik kom op mijn driewieler of skelter of iets... Ja, zoiets trapauto... Kom ik aan en ik zie hem staan en hij zegt, hoe heet jij? En ik zeg, Snotterbel. En ik ben weggegaan. Mic drop. En toen dacht Martin, heeft een paar maanden gedacht dat ik Snotterbel heette. Oh, wauw. En hoe oud was en je? En toen bleek dat ik Fokke heette en toen vond hij eigenlijk Snotterbel wel een beter alternatief. Dat is eigenlijk hoe het gegaan is. Toen was ik 4 jaar. Wauw. Maar ja, ik was niet echt met hem bezig. Ik was vooral met mijn eigen snot bezig of zo. Ik weet het niet, ja. En ik spreek die nog af en toe. Ik vind dat er toch al zo'n beetje de Fokke die we kennen, baldadigheid ja, in zit. Keihard, zo, hè? Ja. Snottebel. Ja, fuck you. Ik hoor het u ook al zeggen, want je hebt dat ook niet gezegd. Snottebel. Nee. Hoe heet jij? Snottebel. Ja, je moeder. Spreek ik helemaal niet? Jawel, ze spreekt helemaal niet. Oké. Ze spreek ik helemaal niet! Basie! Dat is een beetje meer van... Ze spreek ik helemaal niet! Ik weet niet hoe ik ben! Oh, wauw. En hoe oud was je toen? 4 of 5. Zo, oh, wauw. Dat is toch kei schattig. Ik zie hoe ik al zit zo met je baardje en zo. En dan zo'n klein fiets. Heel erg bezweet ook toen al. Ja. En je Fred Perry polo? Nee, dat had ik toen nog niet. Fred Perry is pas in 1991 erbij gekomen. Het is wel goed dat jij exact een jaar hebt. Ja. Waarin dat gebeurt. Dat was Blur. Mijn obsessie, ik heb een tijdje geobsedeerd door Blur, de band Blur. En die hadden dat in een videoclip van The Chemical World.
En dan woonde ook. En dan ben ik naar Londen gegaan om het te kopen, want hier bestond het. Hier verkochten ze dat nog niet toe. Niet heel interessant, maar wel waar. Zo, deze is goed. Nou, zie je, dat is superleuk al die vragen. Werkt als een trein. Ik vind dat Van Pilder niet zoveel verteld. Ja, waar, ja. Ja, maar ja. Nee, ja, vertel eens iets. Nee, want hoe loopt het met de show? Welcome to the Rebellion, is die al in première gegaan? Ja, nee, het is nu... Nu gaan we het even over Mike Van Pilder. Fucker, het tweede seizoen, we hebben het niet gedaan. Nieuw, speciaal. Oude opgewarmde kosten nog eens. Hij gaat nu een reprise ding doen. Ja, tweede seizoen heet het dan. Dat schijnt. Maar ik heb nog nooit het tweede seizoen gedaan van dezelfde shit. Dus dat is, Maar ook niet voor je? Voor, want ja, nee, met de eindejaars natuurlijk niet, maar daarvoor ook niet? Nee, dat was niet succesvol genoeg voor een tweede seizoen. Dat was eigenlijk uitverkocht het eerste seizoen. Nee, nee, het is de eerste keer. En hoe voelt dat? Beetje lastig omdat het oud materiaal is? Ja, raar. Echt? Ja. Ik ga toch even moeten overhalen, denk ik. Maar ik weet het niet, ja. Ik zal wel zien. Hij had een goede tip. Hij zei, als je terug begint en dan zo, wat is dat, 3 maanden niet hebben gespeeld of zo. Ja. Niet nog eens door de set gaan of zo. Gewoon proberen en zien wat er gebeurt. Maar ik begin nu naar te vangen. I'm eliminating the competition. Dat dat wel een ding was. Nee, dat is helemaal waar. Want hij bedoelt, dat is wel een dingetje. Wat hij bedoelt is, als jij alles wat je dan weet, alles wat je vergeet te zeggen, is niet belangrijk genoeg. Ja, dat was het een beetje. Dat is wel een ding. Ik heb dat niet gedaan deze keer. Vaak als ik zo try-out of als ik mijn laatste van het seizoen speel, neem ik die een op. Zodat ik na de vakantie nog weet. Maar ik dacht, ik kon het deze keer niet doen. En alles wat ik vergeet, was niet de moeite voor te onthouden. Ja. En dan denk je, dan korte die show in. En dat lukt dan ook niet. Maar ja, dat was, ik weet dat niet. Hoor. Ik dacht dat misschien wel een idee heb je was. Nou, ga je het doen? Of heb je al eerst gespeeld? Of, ons brein werkt anders. Dingen dat het is niet dat ik dingen dat ik vergeet, zijn zelden de onbelangrijke dingen. Ah. Mijn brein werkt anders. Het is meestal belangrijke dingen. Ja? Ja, verjaardag bijvoorbeeld. Maar jij bent... wanneer ben jij jarig? De 16e. Ja. Zie je, ik wist het, godzijdank. September. Ja, voor jou binnenkort. Ah, oh, ja, dat is juist. Juist, verdomme. En dan word je dan 44? 44. 44. Ja. 44? 78 baby's. Dus jij wordt 44? Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Ik was... 43. Bent is... Zeg maar die Jan van Ruijs, waar klopt die Jan van Kloot? Ging goed? Ja. In de weetje nummer 4. Ik heb nog een weetje nodig. Ik kan vlug nog een keer naar... Ja, maar ja, is dat gezond van... Wil die gek? Ah, hier! Ah, hallo! Ik had je niet herkend zonder lelijk hand. Maak een pinch. Moet jullie nog iets zeggen? Maar dus, ja, zo'n ommegang nog misschien. Is dat een goede? Misschien, maatje. Leuk zo'n één weetje, dames en heren. Ik verzin het niet, hè. Ducks have... Ja, het is in het Engels. Ducks have regional accents. Wat? West-Vlaanderen. Oh, ja, West-Vlaanderen. Dus blijkbaar... Is dat echt? Ja, dat schijnt. Kwa-e! Maho! Kwa-e! Kwaak. Kwaak. Nee, ik heb maar. Kwak, kwak, jij vanaf waar ik loop. Kwak! Wat is het met jou, jongen? Is wel. Is dat de Antwerpse? Ik denk het niet. Kwak, gast. Borgerhout. Woela. Woela. Dat zijn de duiven. Ja, dat weet ik. Ah. Oh, zo het eerste puntje naar een kater is altijd een lastige, hè? Dat is een hele belangrijke. Zouden we walsen dan kwak? Le kwak. Oh, ik zie dat ook direct voor mij, hè? Zo, die hebben ook, om een of andere reden, hebben Franse eenden ook bij mij nu een snorretje. En een klein barretje op. En een barretje, maar zo een flesje wijn. En een stokbroodje. En een stokbroodje onder de arm. Bonjour. Kwak. Bonjour les mecs, c'est moi. Kwak, kwak. Ring, ring. De mon petit trottinette.
Op een trottinet ook nog. Wow. Ja. Kwak, kwak, sur mon trottinetto. Is dat alle Frans wat jij kunt? Dat en van Fredouche et une poupée, en ben er nu wel echt door eigenlijk. Ik kan punaise. Punaise heb ik. Punaise. Ik heb me nu echt wel door al mijn Franse fiets dat ken. Dat ken. Echt waar. Ja, maar je doet het wel goed. Het klinkt wel authentiek. Ja, kant hallo. Wat? Dis donc. Avec mon petit pied dans mon oreille. C'est très chaud. Dat is alles. Nu heb ik alles gezegd in het Frans. Maar daar kom je best ver mee hoor, Ginder. Ah, en Grand Bière. Ah ja, voilà. Einde. En iets meer apotheek. Apotheek moet je ook altijd weten vinden. Apotheek. Apotheek? Le apotheek. Le apotheek. Farmacie. Iedereen zo. Iedereen begint met la farmacie. Sur ma trottinette. Ja, en Juderans natuurlijk. Juderans. 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 Juderans van appel. Ja, moet je. Een zakje patat zonder met. Ook een hele goeie. Zonder met. Zonder met? Ja, je verwaai een zakje zonder met. Zonder mayonaise. Ik snap niet wat dat wil zeggen. Zonder mayonaise. Met is mayonaise. Wow. Een zak mayonaise. Oh, wow. Maar zonder met is niet meer mayonaise dan. Oh, wauw. Ja, ja. Wow. Ja, ja, dat is meta, hey, baby. Wat een raar, raar volk. Ja. We gaan Andries zei dat we misschien echt de tour van de gekke frituren gaan doen. Dat moeten we misschien wel doen, hè, niet? Want wij hebben, al die dus gestoorde jij namen. Jij was erbij. Natuurlijk was ik erbij. De Louis Friton. Louis Friton. Dat is toch super goed. Daar hebben wij vorige en het zalige is aan de Louis Friton. Je krijgt daar uw bestelling in zo'n een tasje. Nee. Oh, ja. Jawel, zeker wel. Dat is een friton, ja. Met de print erop van dus tuurlijk. Louis Vuitton. Tom. Echt heerlijk. Tom. Dat is echt fantastisch. Ja, ja, ik had het wel verteld in de AA-ding van die onbekende podcast van hun. Mm-hmm. Maar de Heelke podcast. Ja. Ja. Nou, dat is wel een beetje vol. Die doen zo aan na, hè. Ja, die doen dat aan na, ja. Ja. Zo aan een zolder met twee gasten. Ja. En een eend. En een eend. En die mensen van Louis Vuitton hadden zo van ja, en wanneer kom je langs? En, dus ik moet echt gaan. Maar ik wil ook echt. Dat is wel in het diepste West-Vlaanderen, als het me niet ver. Ja, dat is redelijk ver. We zijn er ooit eens na een optreden van jou in West-Vlaanderen, zijn we daar gepasseerd, maar het was al te laat. Ja. Wat is jouw favoriete frituur? Ben je ook met leuke namen of goede frituur? Nee, ik heb ook een zwak voor goede namen. Hè. Ja, ik vind, klassiekertje, maar Back to the Frituur. Frituur vind ik ook een hele goeie. Die heb ik ook gevonden. Ja. Maar er zijn er eigenlijk veel. Vroeger de Fritness. Dat vind ik wel. Die is weg, hè? Fritness. Ja. Kan nog de Fritness. Fritness. Ja. 3 dagen per week in de Fritness. Je begint te zingen. Ja. Maar er moeten in West-Vlaanderen toch grappige frituren zijn. Kan niet anders. Die zijn toch creatief. Dat was wel een goede lijst namen. Hè? We hebben toch wel een aantal gevonden dat echt funny waren. Wacht, ik heb die misschien Louis Friton weet ik nog. Maar er waren er nog bij ze. Goh, man. Goed, zeg even. Wat is jouw favoriete frituur? Vertel over jou. Heb jij niet nog een goede anekdote in de frituur? In Gent? Goede anekdote. Dat was eigenlijk niet zo'n goede anekdote, in feite. Niet voor u. Nee. Dus... toen ik in Gent studeerde, hadden daar ieder jaar zo relletjes. Relletjes, dat begon met betogingen en dat mondde altijd uit in relletjes. Dus zo extreem rechts en dan kwam extreem links ertussen. En dat was altijd battering en dit en dat. Ik had er natuurlijk geen holio mee te maken, maar mijn kot was recht tegenover een frituur. En ik ging naar de frituur net op het moment dat heel die parade daar passeert. En ik sta er gewoon letterlijk... Ik had een van die Furby sletsen. Dus dat was... As you do. Dat waren... Nee, dat is echt waar. Dus dat waren zo van die slofjes met Furby's op. En ik sta er op mijn Furby-sletsen. Gewoon dooi Furby's onder voeten. Ja. En op dat moment, jongen, komt er gewoon zo een verkeersbord met nog zo een betonnen voet eraan en al gewoon los door die ruit geflikkerd. Ik zei ja, die wou je bestellen. Daar waren een klantje mee. Dus ik dacht, die bestelling dat gaat onder mijn snotfuel zijn. En op dat moment komen er zo 2 of 3 flikken binnen. Oké, iedereen langs de kant, dat de boel moet hier ontruimd worden. En ik was echt een beetje pissig, ik had echt honger. En ik.
Dus ik dacht, gewoon doen alsof er niets aan het gebeuren is. En voor hetzelfde geld laten ze dan gewoon gerust. En gewoon bewijzen dat je er niets mee te maken hebt. Dus ik zeg gewoon tegen me, en er mag zout op de frietjes. En, tegen die flikken ook. Nee. Ja, stel je voor. Want ja. Je combi, klutje met mijn ass. Dus die flikken direct, ja, hup, kluchtigaard, je mag mee. Ah, kluchtigaard. En ze doen zo'n kamionetje open, dat weet ik ook nog, ze doen zo'n kamionetje open en dat was zelfs niet eens met echte boeien, dat was echt met zo'n een bandje, kende het? Gossel bandjes. Ja, dat. En ze doen zo die kamionet open. Dat is even bij speelgoed boeien, dat vind ik wel... Nee. En langs de ene kant zitten er zo 3 charles met dreadlocks. Met rond zo, want dan zijn die voor in de slaapkamer. En die begonnen te dansen ineens, heel lang vooral. Sorry. Ah ja, dus langs de ene kant zitten er zo 3 gasten met dreadlocks, of 2 gasten met dreadlocks. En langs de andere kant zo 3 rechtse dudes. En ik zie die zo even twijfelen van, ja, we gaan met een ding hier doen. Ik denk dat ze nu nog harder zouden twijfelen met ja, die maar één. Ja, maar ik had toen ook nog lange haar, Dus ja, denk dan bij de linkse Charles. Misschien ook het beste, toch? En we moesten dan echt even zo'n paar uur in de cel zitten. En ik dacht, ja, ik was echt nog jong, hè. En ik dacht, ja, maar in de films mogen die allemaal 1 telefoon doen. Ja, dat is het. Van de sheriff. Dus ik zeg dat tegen die madame. Ik zeg, mevrouw, als ik me niet vergis, heb ik recht op 1 telefoon. Maar ja, mijn gsm lag nog in mijn kot. Hè? En dat was dan ook nog niet mijn smartphone. Hè? Dat was dan nog, ja, ik spreek nu over gewilde jaren 2000 of zoiets. En dus de enige telefoonnummer dat ik van buiten kende, behalve die van mijn ouders, was de pizzafoon. De pizzafoon. Ik heb toen de pizzafoon gebeld. En dus hebben we pizza gegeten met al die charles daar en de pizzafoon. Hé, maar serieus, deze is niet ervan. Dat is echt waar gebeurd, Met de rechtse en de linkse gasten samen. Allemaal samen, ja. Verbroedering. Wat voor verbroedering? Pizza was het bij de linkse, jongens? Ik had een beetje van alles besteld. Wat je kon zo, dat was een actie toen. Vegetarisch? Je kon zo 50-50 gaan. Dus je kon zo van alles, dus ik had zo denk ik een pizza of 3 besteld, zo grote, met zo van alles en nog wat erop. En dat was een verbroedingsmomentje, toch wel. Ja, ja. Wat verdoen we. Toen al tegen de polarisatie, hoor. Ah, ja, ja, absoluut. Ik ben altijd een beetje een verzoenend figuur geweest. En, ja, maar nee, als ik echt waar, als ik een stem kan zijn tegen verdeeldheid, dan ga ik die rol niet uit de weg gaan. Voilà. Dus dat is een beetje... Dat is maar hoe brengt. Ja, en dat verhaal dat is... Maar hoe brengt. Nota bene. Dat ze maar betalen. Ja. Oh. En dat verhaal is ook verfilmd geweest. Nee. Echt waar. Jawel. Echt waar. Ding van, Sven de Ridder heeft mij nog gespeeld Top Gun in de verfilming van dat verhaal. Echt waar. Hoe heet dat programma weer? Hoor je jou babbelen? Ja, dat is een goede vraag. Hoe noem je dat programma weer? Je had erbij moeten zijn, dankjewel. Ja, dat was het. Dat was het. Je had erbij moeten zijn. En hoe zal ik het zeggen? En dat werd zo verwisseld. Hoe had ik erbij willen zeggen? Zodat niemand nog wist. Ja, ja. Je had erbij gezegd. Maar hoeveel verkeerde titels dat ik ben aangesproken in het was waanzin. Ah, hier, Jan, van hoe zal ik het je gaan verkopen? Ja. Yes. Heerlijk. Yes. Oh. Ik ben grote fan, maar ik weet wel niet hoe het programma heet. Blind verkocht. Jerre, van hoe heb je het verteld? Nee. Oh. Ja. In Biervliet in Nederland heb je Hans en Frietje. Hans en Frietje. Hans en Frietje wil ik naartoe. De Frietschap. Dat vind ik niet zo grappig. De Louis Vuitton natuurlijk. La Dolce Frita. Cool. Daar moeten we naartoe. Ja. Kunnen er nou nog een in dat Dolce Frita gaan pakken ook? De Basic Frit. De Basic Frit. De Beetje de Frit dus? Nog een ander abonnement op. Dat is de draai aan de dagen van de week. Hakuna Patata. Wil ik naartoe. En Back to the Frituur is eigenlijk frituur het besluit in Sint Martens Bodegem. Dus... ja, dat zijn allemaal... Ja, maar, ja. En dan heb je ook de Frita Papas. Zo ben ik eigenlijk bijgekomen. Frita Papas. Omdat wij langs een Omdat wij... Ja, want ik zit altijd te denken, dat komt toch van nergens? Wat was dat? De wij Frita zijn naar de... Ja. Weet je nog... Zie, ik vergeet dat wij belangrijke dingen. Dat wij naar de Ardennen moesten. Ja, weet je dat nog? Bovenop de barak frituur staat effectief... Barak frituur. Een frituur. Maar dus, moest eigenlijk Van Peel en ik moesten naar een vrijgezellenfeest in een huisje in de Ardennen waar Van Peel alles geweest was. Ja. En hij dat was 2 uur rijden.
En wij komen aan op het adres. In de rue... Rue de la Chavée. Rue de la Chavée. Ja. En wij rijden langs een, beeld van een soort... Maar het is echt diepe Ardennen al. Het is 2,5 uur rijden. Ja, we hebben al dik 2 uur gereden. Naar de Rue de la Chavée. En we rijden langs een beeld. Het is een gaaf, een soort cartoon wolf. Iets een beetje zo uit Disney-stijl. En ik zie jou, denk, dat heb ik nog nooit gezien. En we komen aan op het adres. Dus... En hij stapt zo. Ik ben moe en bezweet, zoals altijd. En hij, gewoon, ik heb geademd. Hè? En hij stapt uit en hij is zo vertwijfeld. Ja. Want we zijn op het juiste adres. Verkeerde dorp. Oh. Juiste dorp, 1,5 uur verder. Oh. Hoe was dat? Dus ik krijg... Dus jullie zijn naar de... Ja, Andries, wij staan hier in de Rue de la Chavée in Couvain. En jullie zijn hier nergens te zien. Dus ja, wij zijn de eerste, eigenlijk. Waar zijn jullie? En ik vind het heel jammer dat jullie niet op tijd... Maar we gaan daar even, we beginnen gewoon te zuipen. Dus, we wachten wel tot jullie komen. Wij wachten tot jullie komen in de Rue de la Chavée in Couvain. En ja... Hopelijk tot ze biedt. Couvain, leuk plaatsje. Couvain, mooi eigenlijk. Mooi, hoor. Het was eigenlijk Rue de la Chavée in Wibrain. En dat ligt niet vlak bij elkaar. Nee, ja, dat was letterlijk 1,5 uur rijden. We hebben 3,5 uur... Maar ja, jongens, dat is niet professioneel, hè. Hier hebben we het hoor. Ja, ik was gewoon... ik had Rue de la Chavée getikt in Waze. En een beetje gelijk die vrouw die ooit naar Kroatië was gereden om in West-Vlaanderen terecht te komen. Een beetje dezelfde feeling is wel, natuurlijk. Wat ergste is, hij zei, ja, maar ik heb dat gisteravond al ingetypt. Ja, ik verstand en toen dacht ik, dat klopte niet. Dan heb ik het juist ingetypt, maar nu ben ik toch naar het verkeerde gereden. Maar wel op tijd. Sorry, met alle respect, maar dat is toch ook weer typisch de Waal. Van te beginnen met straten gewoon hetzelfde te noemen. Toch. Die ik weet niet hoe ver van elkaar. Dat is dat wij zo'n begin met zo Kerkstraat. Met Kerkstraat. Ja, ja. Ja. Of belachelijk. Jan van Rijswijk-Laan. Ja. Begint niet over de Jan van Rijswijk-Laan. Ah. Ik meen het. Maar dat was een leuke. We zijn toen 3,5 uur. Chevain en Wibrain. Ja, dat trekt op elkaar, hè. Toch? Ja, dat was een roadtrip. En toch was ik niet kwaad. En dus ik was niet kwaad. Kwamen we langs... Toen zijn we langs de Frita Papa gereden. Ah. En zo kwam ik erbij. Heb ik nog een foto van getrokken. Right. Okay. En dan blijkt dat dat een keten is, wat ik helemaal grappig vind. Er zijn gewoon meerdere Frita Papas. In de papas. Die zitten ook allemaal in de regering, dus dat is kei tof. Is er een Frita Papa en Knokke de Zoet? Want dat zou ik heel grappig vinden. In de Walen is vooral. Waterloo was dichtbij. En ik denk van, daar hebben Abba nog een liedje over gemaakt, dus daar wil ik wel eens naar kijken. Daar wil ik wel naartoe. En dat is veel trappen. Waterloo. Ja. Ik heb nooit tot aan die leeuw geraakt, eigenlijk. Om eerlijk te zijn. Ik had echt gehad. Halve heb ik gezegd, van hier een foto, het zal ook goed zijn. En zo verloor Napoleon de oorlog. Ja. Dus korte beetje. Oh, gewoon een foto trekken van hier, dat is belachelijk. Hé. Waterloo, al die trappen. Die trappen, je bent daar nek omgedraaid. Oh. Die leeuw was een beetje jouw Waterloo. Prachtig. Maar goed, nice. Ik heb dan 3,5 uur met Van Peel in de auto gezeten. En ik was niet kwaad. Was ik kwaad? Nee. We hebben gewoon ons gehad. Omdat we snacks hebben opgeslagen op het tankstation. Ja, we zijn wel naar het tankstation. En ik heb ook wel iets geleerd over Fokke van der Meulen tijdens dat weekend. Fokke is een waterrat. Dat is kei funny. Dat was een zwembad. En jij komt uit die auto en ik zie haar gewoon zo... naar binnen lopen, 2 seconden daarna in een zwembroek, dat water in, en jij kwam er niet meer uit. Pommetje! Dat was echt hilarisch. Ja. Ja, het goede was ook, ik ben niet super trots op mijn lichaam, maar dat was een soort oude mannenweekend. Natuurlijk zag Van Peel... Zoals we het noemden, de pensenkermis. Dat was echt een pensenkermis. En ik voelde me daar helemaal op mijn gemak. Dat was door Dadbot Centraal. Ja, mij. Echt waar. Behalve die vervelende Van Peel natuurlijk, ja. Met zijn 6, met zijn 8-pack. Ik heb mijn best gedaan. Ja. Maar voor de rest ik zei meer daar... Tupac. Nee, foei. Foei, Alex. Foei. Out of orning. Ja, mannetjes. Goed, jongens, we gaan er stilletjes een einde aan breien. Een einde aan breien. Een einde. We gaan er een einde aan breien. Heb je nog een laatste einde, weet je? Zal het nog een laatste? Een laatste, dames opsnorren. En heren. Dan hebben we een soort rode draad. Hopsa. Plus, dan kan ik dit doen. Dat was nog net niet meer dat deze. Raak, maar gelukkig, eenmaal man, niet meer doen. Alsjeblieft. Los in jijers. Hier, 10 facts about ducks that might surprise you. Porza.
De Might Surprise. Wacht even. Female ducks pick their favorite male ducks to mate with based on dancing ability. Dames en heren, Jens Donk gaat nu een dansje doen. Hier gaat hij hoor. Misschien een muziekje. Misschien een muziekje? Wat voor muziekje wil je? Ja, iets klassiek eens. Alle eentjes. Ah ja. Iets eens. Misschien gaan het publiek alle eentjes zwemmen in het water zingen? Alle eentjes zwemmen in het water. Alder, alder, hier. Dat is een heel rare show. Ik heb al veel dingen gedaan in mijn leven, ik heb me nog nooit zo goedkoop gevoeld. Was dit het? Ik vind het echt een beetje raar, dit. Als ik zeg dans, dan moet je dansen. Oh. Geiler! Eentje zwemmen in het water. Nu wel hoor! Dit ziet eruit als de meest marginale versie van de Masked Singer ooit. Dames en heren, het was het einde. Geef ze applaus. Alex Agnew, Mark van Peel, Jens Donker. Enorm bedankt voor de verjaardag, Fokke van der Meulen! Oude shot! Dank u wel.